Barendozen die met de hoofdstop achtervolgt tot voor de plaats. Komt de plaats aan dat natuurlijk niet zit en gaat met de sprongen achter hem aan. Op de derde plaats zien wij niemand anders dan Erik Peters. Die het wieltje van Tom probeert te pakken. Gaat Tom nog een actie maken of gaat Tom denken van straks aan, ik denk het laatste. De risico's lopen dus nog niet nodig op dit moment. De overwinning gaat dan ook naar Ricardo Degui.